Ze behoort tot een uitstervend ras. Iemand die nog goed kan omgaan met naald en draad. Hetty Schijvers uit Tilburg is stoppagespecialist. Zeg maar iemand die kleding stopt, maar dan op een zeer hoog niveau. Het Textielmuseum in Tilburg is inmiddels geïnteresseerd in haar ambacht. Dat tot ver in de vorige eeuw een gewoon beroep was in de textielstad. Een stoppage is een handwerkvak. Of je kunt ook zeggen een ambacht. Ik heb daarvoor nodig een vingerhoed, een naald, inmiddels een brilletje en een loepje. Dat zijn mijn werktuigen. Ik werk voor 120 zaken in Nederland, voor gerenommeerde zaken. Dan komen er truitjes binnen waar bijvoorbeeld dit soort schades ingemaakt moeten worden. Waar je dus moet mazen. Dat is dus de techniek die je gebruikt met een breisel, mazen. Dan heb ik bijvoorbeeld hier een colbertje waar een klein, ik denk het toch een motgaatje is. In zit bijvoorbeeld. Hier heb ik bijvoorbeeld een trui. Waar toch wel gigantische gaten in zitten. Dat kun je ook wel zien, denk ik. Je kunt er bijna je vinger zo heen steken, zo groot dat het is. En toch willen de mensen het gemaakt hebben. Kijk, een Italiaans pak kan tussen de 4.000 en de 5.000 euro kosten. Handgemaakt. En die klant die kan ook wel eens een keertje een schade oplopen. Ik heb geen prijslijst, maar de prijs die wordt bepaald naar de fijnheid van het weefsel en de grootte van de schade. Een stoppage van tussen de 200 en de 300 euro, dat komt echt voor. Dat lijken gigantische bedragen, maar dat komt gewoon echt voor en de mensen willen het er ook voor uitgeven. Het stoppagebedrijf van Hetty Schijvers bestaat deze maand 10 jaar. De Flying Needle. Ze leerde het vak van haar moeder, die het 60 jaar heeft gedaan. Ik ben eigenlijk een van de laatste die dit vak eigenlijk uitoefent. Het is eigenlijk een stukje erfgoed van Tilburg. En dat is nog goed te zien in het Textielmuseum in Tilburg. Nou, welkom. Ja. We lopen de Wollen Dekenfabriek binnen. Hier schetsen we hoe de wollen dekens werden gemaakt in Tilburg. Van wol zie je hoe die binnenkwam tot aan een wollen dekens, helemaal achterin de fabriek. Mijn moeder is 60 jaar werkzaam geweest in een stoppagevak. En zij heeft nog echt de opleiding gevolgd, noppen en stoppen. Dan werden dus de rollen stof werden bij de mensen thuis afgeleverd. En dan moesten ze de weeffouten, de losse draden, die moesten dan weggestopt worden. Hier zie je bijvoorbeeld dat er een draad loshangt, die moet naar achter gehaald worden. Ja, hier zitten dus echt gewoon gaten in. Dan zul je dus echt een stopje moeten leggen op de stop. Toen mijn moeder haar stoppage had, had zij 20, 25 meisjes. Die kwamen met 14 jaar kwamen die bij haar in de stoppage. Die meisjes hadden lange witte schorten aan. Die zaten op houten stoeltjes. Een houten krukje waar de beentjes op zaten. En zo zaten die te stoppen. En ongeveer met 20 jaar gingen die weer de deur uit. Dan gingen ze trouwen. Ja, die kennis die ik heb, en ik weet dat ik een van de laatste heb, die gaat op een gegeven moment wel verloren. En dat, ja, het zou natuurlijk heel mooi zijn dat die kennis, dat die in ieder geval bewaard zou kunnen blijven. Hetty heeft een schat aan kennis over het stoppagevak. Ze zou die dan ook graag overdragen aan het Textielmuseum. Ja, toen ik van Hetty's werk hoorde, was ik meteen erg enthousiast. Omdat ik weet dat dat een uitstervend beroep is. En ik denk dat wij zeker eens moeten gaan praten over hoe we kunnen gaan samenwerken. Al is het maar in het geven van een cursus of dat we een keer met een evenement iets samen doen. Maar Hetty's kennis en vaardigheden en haar kennis van vroeger ook, omdat ze het echt van haar moeder geleerd heeft, dat is voor ons ontzettend belangrijk.